Welkom bij LoopTV en vandaag loop ik in het door Arie Ribbens wereldberoemd gemaakte gevleugelde uitspraak bij Hoevelaken. Linksaf, bekend van de krakel Polonaise Hollandaise uit 1982, loop ik hier op het Gelders landschap, op het landgoed Hoevelaken. En hier tussen de bomen door ziet u het schitterende landhuis. Hoevelaken met 10.000, net geen 10.000 inwoners. Prachtig rustig dorpje, maar voor de rest niet zoveel te zien. Het landgoed daarentegen zeer de moeite waard. En ik loop hier door het Sterrenbos. Dat is een manier van het aanleggen van je tuin. Je begint met een cirkel in het midden en daarop lopen allemaal laantjes, zoals hier achter mij. En die van bovenaf lijkt dat een ster. Zeker de moeite waard. Nou, ik cross nog even door het landgoed heen. Het huis wordt nog steeds bewoond, daar kunnen we niet naartoe. Begin 19e eeuw opgekocht door een vastgoed grootheid. Die maakte zich hard voor sociale woningbouw. Van Aalst. En er stond al een prachtig landhuis uit 1724. Maar die was iets te klein voor zijn kunstschattencollectie. En daarom heeft hij maar een nieuw landgoedje gebouwd in 1928. Het leuke van dit landgoed is dat het ongeveer 375 meter breed is en 3 kilometer lang. De snelweg raast op de achtergrond, maar vergeet het geluid en geniet van de omgeving. Op dat stukje landgoed, moet ik even goed opletten, want het is een beetje blubberig hier, kan je heerlijk wandelen door loofbossen en weilanden. En er is ook een leuk klompenpad van 10 kilometer uitgesteld. Dus mocht je een keer op de snelweg zitten en je ziet Hoevelaken, linksaf, landgoed, Hoevelaken. En even lekker de benen strekken. Dit was LoopTV. Tot de volgende keer.